Hoi guys, mijn naam is Chris en welkom bij een allereerste tweede aflevering van Ultimate Marvel 2 Multiplayer. Vandaag zijn we in Duisburg, zoals je hier ziet. En vandaag hebben we een ritje naar Bremen. Nou, ik zou je zeggen, ik zit in nieuwe 2, dus je moet niet raar opkijken waarom. Ja, waarom zit je zo en zo blablabla. Hey. En vandaag is namelijk kerst, eerste kerstdag. Man, de tweede kerstdag. Ja. Ik weet niet of ik kan horen, maar ik heb een andere microfoon erbij, bestaat niet nu. Ik heb er minimaal 3 daar, eentje op mijn tafel daar, eentje aan mijn beeldscherm en eentje aan mijn headset. Maar mijn headset gebruik ik niet meer, want die doet het niet. Het is even stil. Goed, zo. Ik zal druk in eerste instantie geluid zachter zetten, want anders weet ik wel hoe het gaat. Ja, je hebt geluid zachter zijn. Ja, Nou, vandaag gaan wij naar Bremen. Het kan dat ik een beetje lag heb. In game, hè. Ik ga gewoon even goed zetten, want niet dat ik moet alle knopjes wel een beetje bij me goed hebben. Wat buiten zegt. Nou, jongens, gassen. Ik ga wel eerst dus. Ja, wacht aan deze hond. Oh, een deel van wachten hebben ze ook weer niet. Ik ga eerst wat anders had een naam zetten. Ja, tuut, kan ik ook wel hoor. Even achternaam een naam zetten. Pack VP. PP. Nou, dan gaan wij vandaag lekker een ritje naar Duitsland. Naar Duitsland. Echt stelletje idioot, maar hierheen. Echt waar. Ik zou in eerste instantie zeggen, niet, nou ja. Ik zou het. Ik zet eerst mijn CB uit, want dat. Dank je. Mijn CB gaat niet via mijn dinges, maar gaat via mijn. Boxes. Nou, ik weet niet wat we gaan rijden, maar we gaan wel ietsjes. We gaan iets van 100. Dan gaan we iets van 100 rijden. Nou, je moet toch iets, hè, zal ik maar zeggen. YouTube. Ik weet niet, nou. Het is hier wel lekker vrij rustig in EU2, maar alsnog. Je hebt hier mensen die niet kunnen rijden, ja. En zulke mensen zie je heel vaak. Niet nu, maar ook af en toe een keer een andere keer. Want er gaat gewoon niemand meer naar terug gaan staan. Nee, maar normaal is het hier veel drukkerder. En nu niet. Vandaag rijden we in de Scania S650 met bordje VP transport. Omdat ik daar zit, is VTC gewoon van ETS2 en zo en zo bla bla bla. En wie zit er achter op mijn zielen te eigen? Pas dat de idioten maar geen geloot heb. Maar goed. We gaan nou lekker gassen, we gaan maar lekker rijden. Er staat hier een auto en die haalt me nu in. Hey, hey. En ik moet zelf ook kijken, want anders knal ik zelf ook. Ho. Dat ging ook nog maar net goed. Lol. Godverdomme, jeetje. Ik ging altijd. Ik zag die auto daar kan. Ik zag niet eens een auto. Zo ja, als jullie een auto staan, zet het onderin de reacties neer. Want ik zag hem niet. Ja, op later moment zag ik op eens 2 koplampen heel snel naar me toe. Ja. Laat ik hem aan de kant op de rijden. En ja, de vorige keer zaten we in EU. 2, 3, ik weet niet meer of 1, nee, was geloof ik 1. Nou, nu zitten we in EU 2.
Ik ga je direct merken, want sommige mensen kunnen niet jij. Af. Ten eerste, ze knallen tegen de muur aan. Ten tweede, ze knallen tegen elkaar aan. Ten tweede, of ten derde, of ze knallen tegen mij aan. Dat vind ik niet leuk aan, want dat zijn vader chuik bij mij nu. En ik heb te laat. Want ik heb mijn opname aanstaan, dus... Ik kan zo vragen aan een MP, wat is het IP van diegene? Blablabla. Nou, en dan is die keel zelf de shark. Nou, laten we ondervullen niet hangen, want dan wil ik zeker dat je aan de bed. En dan 3 uur te gaan. Nou, 2,5 uur bijna. En we moeten bij Postbed en Bremen rundvlees in de 20 ton. Er komt iemand aanrijden. En waarom ik lag heb, I don't know. Want ik speel alleen Eurotrash met het veel multiplayer. Verder heb ik niks aanstaan. Ja, Steam zelf en Skype. En voor de rest niks. Maar goed. Oh ja, nu zit hij weer rustig op S60. Maar alsnog, ik zeg dat is hier wel vrij rustig. Maar goed, ja, lalalalalala. Ah ja, trouwens, en nog allemaal fijne, vrolijk, fijne niet. Maar vrolijk kerstfeest iedereen. Vandaag is eerste, man tweede. En over een paar dagen is het oud en nieuw. Jee. Eindelijk geur afsteken. Hoem hoem. Een pad geluidje. Echt, we zijn bij Osnabrück nog een paar uur te gaan en dan zijn wij eindelijk in Bremen. Jee. En dan kan ik eigenlijk deze video op YouTube zijn. Ik weet niet hoe laat die uitkomt. Ik denk het is nu zelf 1 december. Het is 25 december, eerste kerstdag. Dus af, hij komt nu online, dat ik straks dat ik er niks verder aan doe, dus en zo. Af, hoe heet dat? Of ik gooi hem 5 uur online, 5 uur of 4 uur online, ik weet niet. Moet ik hem straks kijken nog. Dat moet ik nog even kijken, mijn jong. Alleen, kijk, als het geluid goed is. Oh ja, trouwens, zet ook in de reactie is. Is het geluid goed, ja of nee? Dus gewoon een kort zin, irritant, lief vraagje. Is het geluid goed? Maar komt er iemand achter ons of er komt iemand voor ons? Voor ons. Nee, oké, dan kan ik mijn lamp omhoog gooien. Ja, dat was ook weer zo, hoe wij dat noemen, op een WhatsApp bij de gader. Nou goed, we zijn er bijna, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Dat nou maar op, ja dat weet ik. Er komt een auto aan. De gevaarlijkste mens op de weg. De auto. Of in ieder geval een hurtruck, hè. Het echt niet. Het echt kunnen we rijden. En ik zie dat iemand achter me aan komen rijden. Ja, ik zie je. Jezus. En dat bedoel ik, mensen kunnen hier rijden. En waarom mijn OBS zegt dat ik 44, 46 FPS heb, I don't know, want ik heb voor de rest er niet zoveel naast staan. Dat zei ik net ook al. De vorige keer was het ook zo kort klikje. Ik weet niet waar we dan naartoe gaan. Maar goed, we zijn er bijna. Nog een uurtje, ja, 50 minuten gaan. Dus dat is in het echt 2 minuutjes een minuutje. Nou, dan ben je er ook. En dan gaan we lekker jagen. En dan gaan we gewoon dat ik gewoon weer verder ga rijden. En waarom ik geen facecam heb, dat doe ik gewoon niet. Staat er nog iemand min op de weg of? Is dat die kill waar mij net in heeft gehaald? Hey, mazzel jongen. Mazzel hond.
uit of midden op de weg. Hier gaat bij zijn hond. Maar ik denk dat ik als ik in zijn garage in... Ik heb een garage geloof ik in Ancona. Zet in de rest meer of ik daar de volgende aflevering. Dat ik in aflevering 3 Italië doe. Er zit onder de reactie zo, ja, waar? Nou, I'm saying in Ancona, maar waarheen? Ik weet niet of iemand al de Italiaanse DLC al heeft. Maar ik heb wel namelijk, want dan kan ik iets verder, vind ik ook iets mooier. Maar zet dan onder in de reacties neer, waar moet dan heen vanaf Ancona? Ik zal straks in de map laten zien. Ik zet in ieder geval, straks in ieder geval in de, als ik het aan kan herdenken, ga ik netjes stoppen voor rood. Als dat mij lukt, en als er niemand hier in de weg blijft dan. Nou, dit gaat niet goed. Gaat u maar voor, meneer. Want u stond eerder dan mij hier. Oh. En u speelt namelijk een stukje. Als ik eraan herinner, dan doe ik een bovenin het rest bovenin doe ik een i'tje. En dan zet ik daar gewoon 3 of 4 plaatsen in waar ik eventueel naartoe kan. En als dat ook op mijn GPS kan en zo, ja, moeten we dan maar 90 jaar. En als het niet kan, dan zetten we gewoon wel een random plaats op waar we naartoe kan. Met mijn knip liggen dus. Jongens, we hebben nu ongeveer 144 abonnees. Kunnen wij ook op deze video, kunnen wij de 50 likes halen op deze video? Het is wel behoorlijk groot, maar goed. Kunnen we het halen, ja of nee? Zet onder de reacties neer en geef hem zal deze video een blauw duimpje omhoog. Als je hem leuk vindt en dan zus en zo. En als je nog niet geabonneerd bent, doe het ook zeker. Dan help je mij ook mee en zus en zo en bla bla bla. Snappy? Amai. Ik wens een collega, maar dat is geen collega. Nou, of eventueel, dat is voor mij nu een challenge. Dat hij niet meer toeteren. Dat ik heel netjes achter, als ik direct in één keer goed achterin parkeer, dat ik dan, dat we dan de 50 likes kunnen halen. Ja, rustig. Ik wil een kort auto waar hij even maar hoort. Oh ja, dan moet ik wel van binnen, perspectief. Maar alsnog, ik hoop dat we de 50 likes kunnen halen op deze video. En zo is het zo. Oké jongens, we zijn er in Bremen. En dat betekent dat dit ook de einde van de video is. Dus ik wil jullie ontzettend bedankt voor kijken. En we hebben ongeveer 249 kilometer gezeten. We hebben een benodigde tijd van 1 uur en 41 minuten. We hebben gebruikte brandstof. Hebben 139,8 liter. En we hebben basisloon. Dus zo level 439. Vaardigheden rang 6. Dus dat is... Dringende lernen, snel leveling bonus en zo, dat boeit me geen moe, maar goed. Jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze video. En dan zie ik jullie hopelijk dus snel weer terug bij een volgende video van Earth is Mother 2 Multiplayer. Yo, kalm aan, doei.